Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag deel 2 over de signaalwoorden. Ja, en wil je nou nog weten wat signaalwoorden ook alweer zijn? Check even het linkje hierboven. Ja, en we gaan vandaag dus een challenge doen, namelijk de pauze challenge. Ik ga zo meteen juf Marijke een aantal vragen stellen waar ze gewoon een antwoord op moet geven. Ja. En we gaan dan alle signaalwoorden tellen. Stel het 5 keer, dan? Dan mag ik juf Marijke dus 5 keer op pauze zetten. Stop! En nog! Maar niet in school, het liefst naar een plek waar heel veel mensen zijn. Ja, vind ik heel leuk. Wat heb je vanmorgen als eerste gedaan? Ik ben vanochtend ten eerste. Ik ging de wekker natuurlijk om 5:50 zoals hij altijd gaat. Toen daarna ben ik gaan eten. Wat is het allerleukste aan juffrouw zijn? Ja, dat vind ik heel veel. En het leukste vind ik dat geen één dag hetzelfde is. Mm-hmm. Ja, kortom, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Kunnen we wel stoppen? Nee. Wat doe jij het liefst in je vakantie? Bijkomen. Mm-hmm. Netflixen vind ik leuk. Ja. Met vriendinnen afspreken vind ik heel leuk. Mm-hmm. Ik vind het ook altijd leuk om het huis op te ruimen. Want daar word ik altijd een beetje rustig van in mijn hoofd. Want je hebt een heel rommelig huis. Nee, maar... Dan nu de puntentelling. Hoeveel signaalwoorden heeft juf Marijke gebruikt? Oké, het waren er 4 volgens mij. Het was zo gênant. 50 duimpjes omhoog. Ja. En we doen de volgende keer een pauze challenge met jou een hoofdrol. Oké, daar gaan we. Daarmee mag ik jou op pauze zetten. Stop! Dus bijvoorbeeld, pauze. Play. En nog! Even belangrijk tussendoor, zet je notificaties aan. En abonneer gelijk even. Dan blijf je op de hoogte. Pauze! Oké, kom maar weer. Huh? Waar is ze? Oh, dit was je kijk! Daar is ze. Oké, daar gaan we, jongens. Ik heb er nu al zin in. Wat een mooie bloem, hè, juf Marijke. Moet je ze ruiken? Ruik eens. Pauze. En door. Naar achteren. Naar achteren. Pauze. Juf Marijke staat nu precies in het midden. Hoe lang zal ik te laten staan? Oh, ik hoop echt zo op die 50. Wij gaan verder, ja? Play. Vlogjes. Zo? Ja, jongens, dit was de challenge. Ik vond het zo leuk. Nou, ik wel. En mocht je deze challenge nou in de klas willen doen, ja. Vraag even aan je meester of juf of je gewoon een uurtje of zo. Nee, dat is wel te lang. Gewoon 10 minuten elkaar vragen stellen en oefenen met signaalwoorden. Ja, maar daarna ook dus de pauze challenge in de klas mag doen. Ja. Dat je gewoon je meester of juf even op pauze mag zetten. Hoe chill zou dat zijn? Ja, op elkaar. Ik denk dat ze dat bij mij in de klas best wel willen doen. Ik denk dat ik ook gewoon de klas een keer op reset.